derde deel van geloof, geloof en werken. En even ter herhaling, we hebben het gehad over het feit dat wij, zoals in Hebreeën 6 staat, dat wij het elementaire onderwijs aangaande Christus moeten loslaten en naar het volwassenen moeten doortrekken zonder opnieuw het fundament te leggen. Met andere woorden, dat we moeten groeien. We hebben het gehad ook over Hebreeën 12, waar het staat dat onze oog gericht moet zijn op Jezus, de leidsman, volleinder van ons geloof. En die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft. Vreugde natuurlijk hebben we gehad over dat hij voor ons zou sterven. We hebben het gehad over Hebreeën 11 en we hebben nu gekeken naar de verschillende geloofshelden. Voor wie deze wereld niet was hen niet waardig. En dat zij uitkeken naar een stad met fundament, waar Jezus het fundament is, waar God de ontwerper is en de bouwmeester. En dat we ook hebben gezien dat sommige geloofshelden die stierven, werden op gruwelijke wijze gedood en gefolterd. En ze wouden van geen bevrijding weten, is allemaal in hoofdstuk 11. Want ze wouden een deel aan een betere opstanding. En dan, en we hebben het ook gelezen over het feit dat deze allemaal de belofte die God hen gemaakt heeft niet verkregen hebben. Aan deze kant van de eeuwigheid zijn we naar Jacobus 2 gegaan. En Jacobus begint te praten over natuurlijk geloof en werken. En we zullen even een stukje nog herhalen van het verleden keer. En dat is Jacobus hoofdstuk 2. En dan blijven we voorlopig in de brief van Jacobus. Weet allemaal wie Jacobus was natuurlijk, was de broer van Jezus, de halfbroer van Jezus, de zoon van Maria en van Jozef. En ik vind het tamelijk interessant dat mensen hadden moeite met het feit dat hij de zoon van God was, dat hij God zelf was. Maar je moet niet vergeten, de laatste persoon die dat van jou gaat geloven zijn je eigen broer en zussen. Ja. Maar als jouw broer dan het hoofd van jouw kerk wordt, dan moet het wel ergens waar zijn, waar of niet. En trouwens, twee van Jezus' zijn broers hebben boeken in de Bijbel, hè? Van de zoon van Jozef en Maria, de ene was Jacobus, wie was die ander? Judas. Klopt helemaal. Goed, laten we even bidden. Heer Jezus, uw woord laat ons zien dat om u te behagen, kan het alleen door geloof. En dat u ons ook zalig prijst, want wij hebben niet gezien wat de anderen hebben gezien die in uw tijd wandelden met u en wat alles wat zij gezien hebben. En wat ook voor ons vaak interessant is, dat terwijl ze u die dingen zagen doen, geloofden ze nog steeds niet. Zelfs na uw opstanding geloofden ze nog niet, daar twijfelden ze. En daarom bid ik ook, Vader God, dat u alle twijfels bij ons weghaalt. Dat wij mogen staan op uw woord en weten. We hoeven niet te zien om te weten dat u Heer bent. Want we kunnen om ons heen kijken en de almacht van uw wereld, uw almachtigheid in uw schepping zien, Vader God. En ik bid dat voor ieder vanmorgen hier, dat het woord tot ons hart mag spreken. Dat het ons mag opbouwen, dat het ook ons mag helpen om naar uw wil te leven. Ik vraag dat in Jezus naam. Amen. Ik lees vanaf vers 14. Jacobus. Ja, dat zei ik net toch. We blijven helemaal in Jacobus. Jacobus 2. Dus voorlopig blijven we even in Jacobus. En hij zegt hier. Zoals ik zeg, is een snelle herhaling even van verleden week. Wat baat het mijn broeders of iemand beweert geloof te hebben als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden? Hij zegt, dan geeft hij aan, stel dat iemand gebrek heeft aan kleding en voedsel enzovoort. En je zegt, oh, hou je warm en eet goed enzovoort. Maar je geeft hem niet wat hij nodig heeft. En vers 17 zegt hij, zo is het ook het geloof, is het ook met geloof. Dus hij zegt met andere woorden, als iemand iets ontbreekt, moet je zorgen dat ze het krijgen. Je kan niet gewoon zeggen van, hey, het komt wel goed. Nee, zorg jij ervoor. Dus hij zegt, zo is het ook met geloof. Indien het niet met werken gepaard gaat, is het op zichzelf genomen dood.
Dus geloof zonder werken, zegt hij hier letterlijk, is dood. En hij zegt, maar iemand zal tegen je zeggen, ik heb geloof, jij hebt geloof en ik heb werken. Hij zegt wel, toon mij dan, vers 18, uw geloof zonder werken en ik zal mijn geloof tonen uit mijn werken. Vers 22 zegt ook, daaruit kunt gij zien, hij zegt bijvoorbeeld in vers 21 zegt dat Abraham is niet gerechtvaardigd uit werken, maar uit geloof. God zei, ik zie al die sterren daarboven, jij zal zoveel kinderen krijgen. Terwijl hij geen enkel kind had. En hij geloofde God. En God zegt, dat is gerechtvaardigd. Dus hij zegt, onze vader Abraham, vers 21, is hij niet uit werken gerechtvaardigd toen hij zijn zoon Isaac op het altaar legde? Want hij wist niet wat God zou doen. Het maakt op hem niet uit. Want als God zegt, doe het, dan doet hij het. Hij zegt, en daaruit kunnen wij zien dat zijn geloof samenwerkte met zijn werken. En dit geloof pas volkomen werd uit zijn werken. Dus je gelooft het en dan pas je het toe in je leven. En dan zegt hij hier, in vers 23, het schriftwoord werd vervuld en zegt, Abraham geloofde God en werd geregeld tot gerechtigheid en hij werd een vriend van God genoemd. Gij ziet, in vers 24 staat er, gij ziet dat een mens rechtvaardig wordt uit werken en niet slechts uit geloof. Dus we worden gerechtvaardigd uit werken en niet alleen uit geloof. Want, zegt hij, vers 26, want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is geloof zonder werken dood. En dat vertel ik. Ik heb vaak mensen meegemaakt die vinden dat ze denken, ik heb jullie jaren geleden verteld, was van een jaar geleden, van een jongeman die door de Heer geroepen voelde om naar Brazilië te gaan. Om het evangelie te brengen, de mensen te gaan evangeliseren enzovoort. En daar wat dan ook niet te doen. En toen zeiden we, oké, wel laten we zaterdag dan naar de stad binnen gaan en pamfletjes uitdelen en het evangelie brengen. Nee, daar heeft de Heer me niet voor geroepen, zei hij. Hij is nooit mee geweest. Zo werkt dat niet. Hoofdstuk 5. Hij wijst ons er ook op dat ons geloof eigenlijk is wat ons aanstuwt om te werken. We geloven dat Jezus Heer is, dus we willen andere mensen dat ook laten zien. En we doen op verschillende manieren. Iemand heeft honger, je geeft hem eten. Iemand heeft geen kleding, je geeft hem kleding. Wat ze ook niet nodig hebben. Ja, iemand heeft problemen met brieven schrijven, zo, dan help je iemand brief schrijven. Dat zijn allemaal dingen die wij kunnen doen om mensen te helpen. Wat doen wij dat? Omdat wij Jezus willen uitdragen. Ja, ik zie vaak dat mensen bepaalde dingen doen. Ik zie het ook in gemeenten en wat mensen soms zeggen. Maar dan zou ik zeggen, zou Jezus dat gedaan hebben? Ja? Soms moet je echt een keertje kijken enzovoort. We kijken naar alle soorten filmpjes enzovoort. Maar dan moet je echt kunnen zeggen, als ik naar deze film wil kijken, zou Jezus naast me kunnen zitten om er naar te kijken? Of gaat hij verschillende keren moeten opstaan om weg te lopen om die scènes niet te zien? Begrijp ik bedoel? Of zou hij dat gezegd hebben? Ah, je hebt reden om boos te zijn. Dat is waar ook. Maar is het wel, moet je wel zo hard overkomen? Ja? Ik zeg altijd tegen mijn studenten, want mijn studenten zijn business studenten. Ze doen international business. En ik zeg, in de wereld gaan er bepaalde mensen tegen je zeggen. Ik zeg, je moet remember your ABC's. Always be cool. Blijf kalm. Weet je wat ik zo geweldig vond van Jezus? Hij bleef altijd kalm. Ik heb heel veel van hem geleerd. Echt, ik heb mijn leven kunnen leven omdat ik naar hem keek. Hoe hij, wanneer hij opgejut werd, bleef hij kalm. Always be cool, ABC. Ik zie Jezus soms, weet je, met zo'n, weet je, 60 jaar, donkere bril, kraag omhoog. Super cool. Jezus was super cool. Als je één ding van hem merkte, hij luisterde altijd. Jezus luisterde altijd. We houden soms van praten, maar luisteren. Dat is ook een belangrijk ding. Ja. En hij luistert naar ons. En hij zegt hier, hij kijkt naar Jacobus 5, ik lees vanaf vers 13. Hij zegt, maar vooral mijn broeder, zweert niet, nog bij de hemel, nog bij de aarde, nog welk andere eed ook, laat bij jou uw ja zijn en uw nee, nee, opdat gij niet onder het oordeel valt. Heeft iemand onder uw leed te dragen, laat hij bidden. Is iemand blij te moeten, laat hij loszingen. Is iemand bij u ziek, laat hij naar de oudste gemeente tot zich roepen, opdat zij hem over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken en de Heere zal hem oprichten. En als hij zonde heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden. Beleid daarom
elkander uw zonde en bid voor elkander opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van de rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. Elia was slechts een mens, zoals wij, en hij bad een gebed dat het niet regenen zou en het regende niet op het land. 3 jaar en 6 maanden lang. En hij bad opnieuw en de hemel gaf regen en de aarde deed haar vruchten uitspruiten. Mijn broeders, indien bij u iemand van de waarheid afdwaalt en een ander brengt hem tot één keer, weet dan dat wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, dien ziel van de dood zal behouden en tal van zonden bedekken. Dus hij, zie je, dit heeft te maken natuurlijk met je geloof in werken uitdrukken. Door voor mensen te gaan bidden, door te geloven dat Heer kan genezen. Want ik heb het vaker ook gezegd, geloven is niet geloven dat Heer het kan doen, maar dat hij het zal doen. Want hij kan niet, hij zei dat God kan doen, kijk om je heen, hij kan doen wat hij wil. En hij hoeft je niet aan te raken, hij denkt het en het is gebeurd. Maar hij wil ons laten zien dat wij, het geloof heeft, het draait niet alleen om geloven dat de Heer Jezus is, maar dat wij het naar elkaar moeten uitdragen. Ik heb het vaker gezegd, liefde betekent niet zolang je het niet weggeeft. En je geloof moet omgezet worden in daden. Ja? En hij zegt, beleid elkander uw zonde en bid voor elkaar, opdat gij genezing ontvangt. En vaak genezen we die gebeuren bepaalde dingen niet in ons leven. En we zeggen, maar waarom ik heb gebeden erom? Maar je moet niet vergeten, als er onreinheid in je leven is, of onbeleden zonde, gaat God je niet horen. Dat staat ook letterlijk in de Bijbel. Okay? We zijn zondige mensen. Staat buiten kijf. Maar beleid je zonde. Ik heb het vaker gezegd, vallen is geen zonde, blijven liggen wel. Vraag de Heer. Vergeef mijn zonde. Ga naar die persoon toe. Ik heb dat niet moeten zeggen. Ik heb dat niet moeten doen. Ik heb dat enzovoort. Ga naar ze toe. Daarom bid voor elkaar. Beleid u kan de zonde. Maar hij leert ook, hij zegt, zweert niet bij de hemel of bij de aarde of zo voor. Hij zegt, maak geen eed. Hij zegt, of links het of rechts, maar het kan niet beide zijn. Je kan niet zigzag blijven lopen. Want dan hebben mensen geen flauw idee van wie je bent. En ten tweede heb jij geen flauw idee van wie jij bent. We moeten de Heer leren door ons laten leven. Kijk met mij naar Hebreeën hoofdstuk 11. Gaan we terug naar eventjes naar Hebreeën hoofdstuk 11. Ik wil nog een stukje tekst hiervan herhalen. Zie je, we hebben het gezegd dat deze mensen hebben allemaal beloften gehad van de Heer. Ze hebben allemaal beloften van de Heer gehad. God heeft in deze mensen een heleboel dingen beloofd. Verschillende dingen zijn ze beloofd. En interessant genoeg nog, als je goed luistert en goed naar Gods woord kijkt, is het gros van de dingen die God ons beloofd heeft, kunnen wij niet en zullen wij nooit zien aan deze kant van de eeuwigheid. We zullen niet zien. Wat heeft hij ons beloofd? Eeuwig leven met hem. Een nieuwe hemel, nieuwe aarde. Zien jullie dat allemaal? Geloven jullie het? Ja? Oké. Dus als wij nou sterven, sterven we zonder die belofte verkregen te hebben. Hier, aan deze kant van de eeuwigheid. Ik denk, een van de problemen, en ik wil een van die dagen weer praten over gebed, maar een van de dingen die ik denk dat wij een groot probleem mee hebben, is dat we God iets vragen, en de Bijbel leert ons, er staat ook in Openbaring, dat het gros van de gebeden die wij van de Heer vragen, pas aan de andere kant van de eeuwigheid beantwoord worden. Maar dan heeft het de eeuwige gevolgen. Wil je hier het gebed beantwoord krijgen met een tijdelijk gevolg, of daar met een eeuwig gevolg? Daar moet je ook over nadenken. Ja? God wil dat wij inzien en dat hij ons dingen heeft beloofd. En daar komt het geloof op uit. We geloven deze dingen en we moeten daar ook naartoe leven. En dan moeten we ons ook in onze daden te zien kunnen zijn. Dus hij zegt in Hebreeën 11 vers 13 tot en met 6 zegt hij. Hij zegt in dat geloof zijn allen gestorven zonder de belofte verkregen te hebben. Slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet en ze hebben beleden dat zij vreemdeling en bijwoners waren op deze aarde. Wij zijn vreemdeling en bijwoners op deze aarde. Ik ga jullie mogen weten, ik heb me nog nooit, zolang ik mij kan herinneren dat ik een gedachte herinner, dat is van ongeveer 5-6 jaar oud, heb ik mij nooit op mijn gemak gevoeld in deze wereld. Nooit. Niet bij thuis. Ik heb leuke dingen meegemaakt, prettige dingen,
minder prettige dingen, slechte dingen, wat dan ook niet. Maar ik kan jullie één ding zeggen, dit is niet mijn thuis. Ja, dus ik ga echt niet huisje, boompje, beestje zitten bouwen enzovoort. Ik zeg dat je het niet moet doen, maar daar ben ik. Ja. En hij zegt, als we doorlezen, zegt hij, want wie zulke dingen zeggen, dus de mensen die zeggen van, we zijn vreemdelingen en bijwoners op deze aarde. Wie zulke dingen zeggen, geven te kennen dat zij op een doorreis zijn naar het vaderland. Ik heb jullie dit verhaal eerder verteld, maar ik denk dat de verhaling vatbaar is. Dit is in de 60e jaren gebeurd, toen een Amerikaanse Jood, zijn rabbijn, want je weet soms volgens een specifieke rabbijn, enzovoort. En dat zie je ook in het Nieuwe Testament, waar ze Jezus een vraag stellen, mag je dit, mag je dat? En het waren twee leren van Hillel en Shimei, dat waren twee rabbijnen die in die tijd hun leren gevolgd werden. En deze man had een rabbijn en die woonde eigenlijk achter het ijzeren gordijn toen de tijd, hè? In de Koude Oorlog, in de Sovjet-Unie. En deze man schreef ontzettend veel boeken. En hij had een heleboel volgelingen, alle Joodse volgelingen over de hele wereld. En dat was rabbijn. Dus die man heeft jarenlang geprobeerd om een visum te krijgen. Want Amerikanen kregen niet makkelijk een visum achter het ijzeren gordijn te gaan. En uiteindelijk kreeg hij een visum om te mogen gaan. Maar met een specifieke afspraak. In die tijd mocht je alleen, je werd naar het hotel gebracht. Je mocht alleen onder begeleiding door de stad enzovoort enzovoort. Maar goed. Dus hij kwam daaraan en de volgende dag werd hij opgehaald door een taxi. Die man had het adres waar hij naartoe zou gaan en ze reden. En hij reed. En hij reed door de stad heen. Het was een mooier deel van de stad. En reed buiten de stad enzovoort. En het was nog steeds een stad, maar hij kwam. Naarmate ze reden, werden de gebouwen en de omgeving slechter en slechter en slechter. Dus hij zegt, iets klopt hier niet. Ik zeg, ik begrijp het niet. Dus op een gegeven moment stoppen ze voor een van deze gebouwen. Echt een soort vervallen gebouw enzovoort. En hij stapt uit en hij kijkt en hij ziet die. En die man wijst hem, daar moet je zijn. En hij ziet een hele smalle trap die heel omhoog gaat. En bovenaan ziet hij zo een lampje hangen. Weet je, zo lampje. Alleen het lampje. Dus twee draadjes en een lamp. Heng, zo met een ding. En hij keek naar die man en zei, ben je zeker? Deze rabbijn is wereldberoemd. Ben je gewoon zeker? Die man zegt, oké. Hij loopt naar boven. Hij komt bij een deur, helemaal boven de trap. En hij klopt op de deur. En warempel, daar stond zijn rabbijn. En hij zegt, die man vertelt dit verhaal zelf. Hè. Hij stond helemaal paf. Want hij zegt, dit is zijn rabbijn, wereldberoemde man. En hij kwam binnen en hij zegt, in de kamer was overal, over de hele vloer waren allemaal boeken. En die man had een tafel, zo'n keukendingetje, weet je, met een aanrechtje enzovoort. En dan had hij hier een tafel met stoel, overal boeken op de stoel enzovoort. En hij kon zien dat die man maar één slaapkamer had. En hij zag die man zijn bed en dan een nachttafel met overal boeken over de vloer. En hij zegt, hij flapte het gewoon uit van verbazing, want dit was een wereldberoemde man. En hij zegt, rabbijn. Waar zijn al je meubelen? Waar zijn al je spullen? En die rabbijn zegt, waar zijn die van jou? Hij zegt, wel, ik ben gewoon hier even op doorreis. En die rabbijn zegt, ik ook. We houden veel te strak vast aan dingen die geen waarde hebben. Jezus heeft zelf gezegd, zet je schatten in de hemel. Want hier op aarde, roest en dieven komen enzovoort. Dat wil niet zeggen dat je geen mooie dingen mag hebben. Daarover heb ik het niet. Want God geeft ons mooie dingen. En hij wil ook dat we plezier hebben in dingen. Maar als die dingen jouw God worden, zoals we eerder hebben gelezen natuurlijk, toen ik eerder sprak, waar hij zegt van, Jozua zegt, hij zegt, doe de goden weg die uw vader gediend hebben. Er zijn verschillende goden. Het goden van geld, het goden van schoonheid, goden van een geweldig werk, een geweldig huis, een geweldige auto en zo. Dat zijn allemaal goden. Doe die weg. Ja? En hij zegt hier verder. Hij zegt, als zij gedachtig waren geweest aan een vaderland dat zij verlaten hadden, zouden zij gelegenheid hebben terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich voor hen niet hun God te heten, want hij heeft hun een stad bereid. Kijk, als je goed naar Gods woord kijkt, dat huis waarin jij gaat wonen, staat er al. Want er staat, hij had er een stad bereid. Het staat er al.
Als onze houding is, ik ben op doorreis. Dit is niet mijn wereld. Jullie gaan toch op vakantie hier naartoe en jullie gaan naar daar en naar Ibiza of wat dan ook niet enzovoort. En Spanje en dingen enzovoort. Wanneer je daar rondloopt, zeg je echt van, weet je wat, ik ben hier voor een week gaan huis bouwen. Doe je toch niet? Ik ben op doorreis. Je bent op doorreis. We zijn hier ook op doorreis. Die reis kan 15 jaar duren, kan 20 jaar duren, kan 90 jaar duren. Kan misschien zelfs 100 jaar duren. Maar het eindigt. Het gaat eindigen. En waar wil jij zijn aan het einde van die reis? Kijk met mij naar 1 Korintiërs, hoofdstuk 10. We zijn als ouders, zeggen we vaak tegen onze kinderen van, ja, doe wat ik zeg, doe niet wat ik doe. Lukt niet altijd. Want iemand heeft eens gezegd, er zijn 3 manieren om iets gedaan te krijgen. Betaal iemand om het te doen, doe het zelf, of zeg aan je kinderen dat ze het niet moeten doen. Nou, Gods woord, en specifiek in deze en dit hoofdstuk, laat ook zien dat God ons wil laten zien, wat er gebeurd is, is ook opgeschreven voor ons ten voorbeeld. Ik weet dat sommigen van ons rondlopen, en velen van ons rondlopen, met hele zware lasten. Maar er is ook een man die jaren geleden, hij heette Henry David Thoreau, geloof ik heette hij. Ja, Henry Thoreau heette hij. En hij heeft gezegd, de meeste mensen leven een leven van stille wanhoop. Weet je wanneer hij dat gezegd heeft? Ongeveer 1850. Het is waar. Maar dat als christen moet dat zo dat niet zo moeten zijn. Want we hebben allemaal grote problemen op verschillende tijden in ons leven. Maar God kan die problemen oplossen. En hij gebruikt die vooral als jij het niet zelf kijkt. Als je in de gevangenis terechtkomt dat je iets hebt gestolen en je zegt ik leid voor de Heer. Dan leid je niet voor de Heer, dat begrijp je wel. Maar als je alles hebt gedaan moet gedaan moet worden en je krijgt problemen. Staat God er toe. Om jou te sterken. Maar de Bijbel zegt ook, hij zal met het probleem ook de uitkomst bieden. Maar weet je, het is veel belangrijker voor God, wat er in jou gebeurt, dan wat er om jou gebeurt. Hij gebruikt die situaties om jou sterker te maken. Waarom? Want je gaat met hem moeten heersen. Oké? Mensen komen soms naar me toe en zeggen dit en dit en dit. En dan, ja, en dan, voor mij is het geen situatie. Ik heb het al 10 keer in mijn leven meegemaakt. Dus wanneer zijn ze dan zo? Ja, maar hoe weet je dat? Want ik heb het al meegemaakt. Ja. Ik herinner me jaren geleden toen die jongens nog jong waren. En ze wilden iets doen enzovoort. En ik zeg, ja, maar dat, als je dat doet, gaat dat gebeuren. En het gebeurde, dan zeiden ze, hoe wist je dat? Ik zeg, ik ben ook al 15 geweest. Ja. Maar wij willen natuurlijk dat we onze kinderen zeggen, oké, maak die fout niet, want ik heb die fout gemaakt. En dit gaat het gevolg zijn. Maar zoals mijn grootvader al zei, wie niet horen wil, moet voelen. En dat geldt ook voor ons als christenen. Daarom staan er dingen in de Bijbel. Doe dit niet, want dat gaat gebeuren. En geloof me, dat gaat gebeuren. En dat zeg ik ook als broeder en heer. Als je dat doet, gaat dat gebeuren. Ik kan je het garanderen. Maar ik ben niet alleen bij ouder, maar ik loop al heel lang mee. Ik loop al 56 jaar hier met de Heer. Dus ik weet er wel een beetje van. En hij zegt hier, en ik lees vanaf vers 1, 1 Korintiërs 10 vers 1. Want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee heen gingen, allen zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee, allen hetzelfde geestelijk voedsel aten en allen dezelfde geestelijke drank dronken, want zij dronken uit een geestelijke rots welke met hen medeging en die rots was Christus. Toch heeft God in het merendeel van hen geen welgevallen gehad, want zij werden neergeveld in de woestijn. Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben, zoals zij die hadden. Toch ook wordt ook geen afgodendienaars, zoals sommige van hen, gelijk geschreven staat, het volk zette zich neder om te eten en te drinken, zij stonden op om te dansen, en laten wij geen hoererij plegen, zoals sommige van hen deden, en er vielen op één dag 23.000. En laten wij de Heere niet verzoeken, zoals sommige van hen deden, en zij kwamen om door de slangen. En moord niet, zoals sommige van hen deden, en zij kwamen om door de verderfengel. Dit is een overkomen tot een voorbeeld voor ons, en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons over wie de einde der eeuwen gekomen is. Daarom wie meent te staan,
Zie toe dat hij niet vallen. Jij hebt nog geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw. Hij zal niet gedogen toestaan dat gij boven uw vermogen verzocht wordt. Want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij er tegen bestand zijt. Nou, dus laat me even deze tekst een beetje uitpluizen. Dus het lijkt een beetje vreemd of breed dat ze hebben allemaal gegeten, ze hebben allemaal dingen gedaan, maar er waren gewoon mensen die gewoon hard waren. God heeft hen net door de zee gebracht enzovoort, en ze hebben ze zien Egyptenaren daar, en op het moment dat ze daaruit zijn, ze hebben iets niet beginnen ze te klagen. Ja. Ze hebben verschrikkelijke dingen gedaan ook daar. Ze hebben afhoererij gepleegd enzovoort. Het verhaal van Biljam enzovoort. En het punt is dat God duldt dat niet. Ja, hij is een genadige God. Als je vergiffenis haalt, krijg je die ook. Maar het staat ook hier. Het is opgetekend ter waarschuwing. Dus kijk, God is een genadige God. Hij geeft je alles wat je hebt. Maar om dan in zijn gezicht te zeggen van, ja, maar dit is niet zo hoe ik het wil. Of ik wil doen wat ik wil. Ja? Dus hij zegt, als je denkt dat je staat, pas op dat je niet valt. Zoals je ziet wat deze mensen hadden, ze dachten ze konden doen en laten wat ze wilden. Je moet niet vergeten, in Galaten 5 vers 1 staat, het is om vrij dat Christus ons heeft vrijgemaakt. Laat u niet weder een slaafwerk opleggen. Vrijheid, ik zeg altijd, vrijheid zonder discipline is chaos. Ja, we zijn vrij in Nederland, maar je kan ook niet doen en laten wat je wil. Zoals iemand eens heeft gezegd, de vrijheid die jij hebt om wild rond te zwaaien met je handen en je armen, eindigt waar mijn neus begint. Toch? Dus hij zegt hier, jij hebt geen bovenmenselijke vervloeking gehad. Hij zegt, jullie hebben dat niet gehad. Want ik weet dat ze soms hebben problemen. Soms komen mensen naar mij toe en zeggen, ja, ik heb dit probleem. Als er mensen in andere landen die het veel erger hebben. Ik zeg, ja, dat is zo, maar dit is jouw probleem. En voor jou is het erg. Je mag hoeft het niet te bagatelliseren. Toch? Het is jouw probleem. Ja, natuurlijk kan ik het vergelijken met iemand die dat en dat heeft. Dat is waar ook, maar dit is mijn probleem. En ik slaap er niet van. Toch? En je mag, ik heb daar geen moeite mee. Maar hij wil ons laten weten dat hij getrouw is. En God zal nooit, hij zal altijd zorgen dat je uitdruk komt. Nou, in deze tekst is namelijk een interessante tekst. Want er staat letterlijk in deze tekst, hij zal met de verzoeking ook de uitkomst zorgen. En dat staat er letterlijk in het Grieks. Dit staat er. Hij zal niet toestaan dat je boven vermogen verzocht wordt. Want hij zal met de verzoeking of de beproeving of het probleem, zal hij voor de uitkomst zorgen, zodat je onder dat probleem kan blijven staan. Dat is letterlijk wat er staat. Nou, als je goed luistert naar dat ding, slaat het nergens op. Dus het staat letterlijk. Hij zal voor de uitkomst zorgen uit dit probleem, zodat je er onderuit kan komen, zodat je eronder kan blijven staan. Waarom bij God is het belangrijker wat er in jou gebeurt dan wat er om je gebeurt. Stel, oké, je hebt een probleem met een familie of wat dan ook niet, en je slaapt er niet van, want ze doen dit enzovoort en zo. En je bent boos op die persoon, echt boos, en elke keer als je ziet, dan komt die woede weer op enzovoort en dit en dat. Dat is het probleem, ja? Nou, als jij gaat zeggen van, Heer, laat me die persoon door jouw ogen zien. Ik bid dat u zo genadig bent. Help mij, geef mij liefde voor die persoon enzovoort. Die persoon is nog steeds heel hard tegen jou. Maar wat is er met jou gebeurd? Zie je? Er komt een liefde van binnen, een zachtheid. Dus al zitten ze tegen jou te schelden, jij voelt het niet meer. Zodat jij kan blijven staan onder dat probleem. Want God wil jou veranderen. Het is belangrijker voor hem wat er in jou gebeurt in die situatie, dan wat er om jou gebeurt. En dan, als je dat eenmaal hebt, hoef je niet meer eens onder dat probleem te zijn, want het is geen probleem meer. Maar of niet? Dat is wat deze tekst betekent. Ja? Het komt op geloof. We moeten geloven wat God zegt, en dan moeten we het ook doen. Wat doen we dat? Bid voor die persoon. Die persoon die je problemen geeft, bid voor ze. Die situatie die problemen geeft, bid ervoor. Hij haalt je eruit wanneer jij hebt geleerd wat in Gods woord staat, op hem te vertrouwen in alle situaties. En één ding moeten we ook rekening mee houden. Ik hoef het niet op te zoeken. Ik ga nog wat teksten geven, maar schrijf het op, maar ik zoek ze niet op, want het zijn één en één versjes hier. En hij zegt, een ieder
wie veel gegeven is, zal veel geëist worden. Nog niet. Ik zal het dadelijk geven. Ik wil dat jullie naar me luisteren. We gaan bidden voor ongeduld zo direct. Maar ik wil graag dat jullie luisteren, want ik heb al geleerd dat als ik jullie zeg van, oh, het is daar en daar, gaan jullie toch zitten bladeren en dan luisteren jullie niet naar wat ik zeg. Oké? Dus ik geef die tekst nadien. Oké? Goed. Van een ieder die veel gegeven is, zal veel geëist worden. En aan een ieder en aan wie veel is toevertrouwd, van hem zal des te meer worden gevraagd. Zie je wat God eigenlijk hier doet, is om ons te laten zien, er wordt veel van ons geëist als christenen. Maar in de tussentijd geeft hij ons ook heel veel. Begrijp ik bedoel? En niemand van jullie kan tegen me zeggen, ik heb geen talent. Dat is onmogelijk. Ieder van jullie hier heeft een talent. Soms zijn ze nog niet naar boven gekomen, of soms zijn ze nog niet gemanifesteerd enzovoort, maar ieder van jullie heeft een talent, want ik kan jullie één ding zeggen. Ieder persoon in deze wereld is 100% uniek. Al ben je een tweeling, je bent uniek. Al ben je een zesling, je bent ontzettend uniek. En voor de ongeduldige, het was Lucas 12, vers 48. Lucas 12, vers 48, eigenlijk het tweede deel van het vers, dus 48b. En dan een tekst die jullie allemaal uit het hoofd kennen, want ik heb het zo vaak hier gezegd, is wat de Bijbel ons oproept. Indien u niet stevig staat in uw geloof, zult u geheel niet staan. Jesaja 7 vers 9. En dat is de letterlijke Hebreeuwse vertaling. En waar ik het vanmorgen ook eventjes over had, en dat was, houd uw voorgangers in gedachtenis die het woord tot u hebben gesproken. Let op het einde van hun levenswijze, hun wandel. Het staat letterlijk, let op het einde van hun levenswijze en imiteer hun geloof. Dat is letterlijk wat er staat in het Grieks. Nou, het punt is dat, daarom geloof ik ook dat als een voorganger geld gaat stelen of een seksuele dinges heeft, kan hij geen voorganger meer zijn. Nooit meer. Je hebt je voorbeeldfunctie verloren. Punt uit. Oh, je kan dingen in de kerk doen enzovoort, maar je kan nooit meer voorganger zijn. Dat geloof ik niet. Ja? En je ziet het ook. Ik heb jullie al vaker verteld, in Amerika bijna 3000 voorgangers per jaar stoppen. En meer dan de helft daarvan door financiële foutieve dingen en seksuele zonden. Je moet niet vergeten, jullie kennen het mooie Nederlands spreekwoord, hoge boom vangt veel wind. Daarom is het belangrijker voor voorgangers en leiders in de gemeente om zich extra daarvoor in te dekken, want hij weet dat de vijand achter ze aan gaat gaan. Kijk naar Hebreeën hoofdstuk 4, dat was Hebreeën 13 vers 7. Ik heb nog een paar teksten en dan zijn we zo klaar. Maar ik wil dit even afmaken, want dit is van verleden week. Dus Hebreeën hoofdstuk 4, ik lees vanaf vers 12. Trouwens, als jullie een tekst hebben gemist of wat dan ook niet, kom na de dienst en jullie kunnen het allemaal hiervan afschrijven, is geen probleem. Ik lees vanaf vers 12. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door zo diep dat het uit van een scheidt ziel en geest, gewrichten en merg en het schift overlegging en gedachten des harten. En geen schepsel is voor hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van hem, voor wie wij rekenschap af te leggen hebben. Dus, het woord van God is levend en krachtig en scherper. Oké, het woord van God is levend. Het staat letterlijk levend en actief, wat er staat. Levend en actief. Want je moet niet vergeten, een boom is levend, maar het is niet actief. Ja? Het is actief en het is zo scherp dat het zelf het ziel van de geest kan scheiden, wat in principe onmogelijk is, als je weet wat ik bedoel. En ook het merg van binnen is ongelooflijk moeilijk om dat te doen. Maar hij zegt dat het schift, dus het, net een zeef en zo voor dat, nou moet je weer en zo. Vergiet, net een vergiet en zo'n fijn vergiet, haalt het die dingen eruit. De overleggingen, gedachten, de slechte en de goede, die komen heel makkelijk naar voren. Je mag denken en doen, laat wat je wil, maar voor God moeten we verantwoordelijkheid afleggen, staat hier. En vers 15 staat er, want wij hebben geen hoge priester die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar één die in alle dingen op gelijke wijze, als wij is verzocht geweest zonder te zondigen. Dus, want je moet niet vergeten, God was in de hemel enzovoort. Maar nou kunnen we niet tegen God zeggen, u weet niet hoe dit voelt. Wij kunnen eigenlijk, hij kan tegen ons zeggen, jij weet niet hoe dit voelt. Waar of niet?
Want niemand hier heeft ooit honger geleden. Of dorst geleden. Ja? Of is door je baard uitgetrokken, of je haar uit je hoofd gerukt, of je gegezeld, of aan een kruis genageld. Geen van jullie kunnen dat zeggen. Of helemaal verlaten door je vrienden. Geen van jullie kunnen dat zeggen. Want een van de teksten in de Bijbel, Johannes, staat er. En ieder ging naar zijn eigen huis. Maar Jezus ging naar de... Weet je wat er gebeurd is? Ze waren allemaal vergeten hem uit te nodigen. Ik geloof in hoofdstuk 7, dacht ik. En ieder ging naar zijn huis, staat er. En Jezus ging toen naar de... Dat was toen dingen, ik ben vergeten waar het was. Dus de volgende dag, ik weet iets voor meer, zei, heb jij de Heer gevraagd? Nee, heb jij het gevraagd? Nee. Oeps. Ze hebben hem vergeten. En we hebben het over Jezus, hè? Dat gebeurt. Wij vergeten hem vaak ook, om hem mee te nemen naar huis. Vers 16. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegang tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen ter gelegene tijd. Met andere woorden, omdat hij precies weet hoe wij ons voelen en nog meer, kunnen wij naar zijn troon gaan zeggen, Heer, ik heb dit nodig. Heer, denk aan mijn kind. Ik weet dat u aan het kind denkt, red mijn kind. Help mijn kind. Gaan terug naar Jacobus. Sluit af met Jacobus. Jacobus hoofdstuk 1 en we blijven in hoofdstuk 1. Dan worden we aangemoedigd. Hij zegt, heb je dan nog Jacobus? Ik lees vanaf vers 2. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u door allerlei beproevingen valt. Want gij weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat u volkomen en onberispelijk zijt en er niets tekort schiet. Hij zegt dus, met andere woorden, als je bepaalde dingen meemaakt, die geheel en al tegen jouw situatie zijn, die waar jij niets mee te maken hebt, je wordt persoonlijk aangevallen op bepaalde dingen. God staat er toe, maar hij wil je sterker maken. Ze hebben een spreekwoord in Amerika, whatever doesn't kill you, makes you. En dat is waar. Maar God zal nooit toestaan dat je daar onderuit gaat. En hij staat toe dat dit ding met gebeurt. Want het is niet jouw schuld. Je hebt er niets mee te maken zelfs. Ja? En dan zegt hij, zodat die volharding, vers 4, volkomen moet doorwerken. Dat volharden in alles wat wij doen. Ik weet dat, ik voel u niet, ik zie u niet. Maar ze hebben in een kelder in de Tweede Wereldoorlog, na de Tweede Wereldoorlog, ze gevonden waar iemand had geschreven. Ik geloof in de zon, al zie ik het niet. Ik geloof in God, al voel ik hem niet. Dat hebben ze gevonden in een kelder in Duitsland. Ja, de zon kan wekenlang niet hoeven te schijnen, maar jullie weten dat het er is, waar of niet. Je hoeft God niet te zien of te voelen, maar je weet dat hij er is. En dat is wat deze tekst betekent. En dan zegt hij, vers 5. Indien iemand echter van u in wijsheid tekort schiet, bidde hij God daarom, die aan allen geeft eenvoudigweg en zonder verwijt. En het zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden in geloof en in geen enkel opzicht twijfelen, want wie twijfelt gelijk op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulke mens moet niet menen dat hij iets van de Heer zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen. Dus met andere woorden, als we gaan, God wil dat we, ik weet niet of je het ooit hebt gezien, maar als de wind echt waait, gaat die golf die kant op en dan een paar minuten die kant op en dan plotseling die kant op. En dat zegt hij. Hij zegt, dan moeten wij niet zijn. Als we geloven, moeten we gestaag door blijven gaan in de richting. God zal het doen. Ik weet niet wanneer en ik weet niet hoe, maar hij zal het doen. Ons grootste probleem is dat wanneer we God vragen om iets voor ons op te lossen, hebben we al een plan van hoe hij het moet doen. Zo wil ik het raden. Maar God, ik ga je één ding zeggen, de Bijbel, in de hele Bijbel staat er overal, dat als je God om hulp vraagt en je hulp zou geven, er staat nergens hoe. Dat ligt bij hem. En in mijn persoonlijke leven heeft hij me op manieren geholpen die ik niet eens kon bedenken. En ze waren geniaal. Want ik had een idee van, dit is een prachtige manier om het op te lossen. Toen kwam hij met de andere dingen, dat had ik nooit gedacht. Daar kon ik niet aan denken. De Bijbel heeft ook een tekst daarover. Maar daarom zegt hij ook, God wil jouw wijsheid geven. Hij wil je hulp geven in die situatie. Maar dan moet je ook niet gaan twijfelen. Ik zeg altijd ook, twijfel liever aan je twijfels voordat je twijfelt aan je geloof. We blijven in hoofdstuk 1, vers 17 en 18.
Iedere gave die goed en elk geschenk dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer. God is geen links en rechts persoon. God is een God van rechtdoor. Ja? Je moet niet vergeten, dit is de schepper. Naar zijn raadbesluit heeft hij ons voortgebracht door het woord der waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen. Dus door Heere Jezus uiteraard. Ja? Maar hij heeft ons voortgebracht door het woord der waarheid. En daarom moeten wij daar ook in leven. Dus iedere goede gave, elk geschenk dat goed is, komt van God. Maar soms komen ook slechte dingen van God. Maar wat is die houding? Zie je bij Job. Hij kreeg iets goeds. Hij was heel blij mee. Hij kreeg iets slechts. En wat was zijn houding? Hij was er niet blij mee, maar hij aanvaarde het. En kijk, weet dat we zeggen, zo geduldig als Job. Als je de Bijbel goed leest, was Job ontzettend ongeduldig. Terecht. Hij heeft God erop aangesproken. Ik heb niets gedaan, waarom straf je mij? Ja, maar hij is niet gefaald in het geloof. Hij zegt, zal ik het goede van God aannemen en niet het slechte? Weet je waarom? Hij kende hem. De Bijbel zegt, laat hij die roemen in dat hij mij kent en dat hij mij begrijpt. Hij zegt, als ik iets goeds van God aanneem, moet ik ook het slechte aannemen. Want ik weet dat zijn slechte altijd eindigt in het goede. Want hij is God. Onze laatste tekst. Jacobus 1 vers 12. Zalig de man die in verzoeking volhardt, want wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die hij beloofd heeft en wie hem liefhebben. Zalig de man of vrouw, voor God is er geen verschil, die in de verzoeking, dus in de beproefdheid volhardt, want wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij het kroon des levens ontvangen, die hij beloofd heeft en wie hem liefhebben. Geloof moet uitgedrukt worden in werken, in daden, in een houding, in een houding. Dat is ook een deel van jouw werken, in jouw houding. Iemand scheldt je uit en je blijft kalm. Is het makkelijk? Nee. Je bloed is aan het koken en ze zeggen iets tegen jou, gewoon kalm blijven. Kalm blijven. Ik zeg altijd, maak hun probleem niet jouw probleem. Gewoon kalm. Wat zou Jezus hebben gedaan hier in deze situatie? Wat staat er? Die niet terugschoot toen hij uitgescholden werd, die niet terugsloeg toen hij geslagen werd, die niet terugvloekte toen hij vervloekt werd, of tegen hem gevloekt werd, nee, deed het niet. Is het makkelijk? Je hebt liever dat nooit horen zeggen. Het is niet makkelijk om een christen te zijn, het is onmogelijk om een christen te zijn. We moeten bouwen op de Heilige Geest om ons daarbij te helpen. Laten we bidden. Heer Jezus, ik dank u voor uw woord en ik dank u voor de duidelijkheid van uw woord. En ik bid voor mijzelf en voor mijn broeders en zusters, en ik weet dat ze dit ook zouden willen hebben, om die wijsheid waarmee we allemaal tekort schieten, dat u ons die geven zal. Om in alle verschillende situaties die in ons leven zich voordoen, met onze kinderen, met onze baan, met onze familie, met financieel of wat dan ook niet, dat u ons daarbij helpt, Heer Jezus. Help ons om naar u te kijken, de volleinder van ons geloof. Wij zijn in u, wij zijn van u, wij komen van u, wij gaan terug naar u. U bent onze God, u bent onze Vader, u bent onze Redder, u bent onze Verlosser. En wij willen u danken voor het bloed, dat ons reinigt van alle zonden. En help ons om onze gedachten op u te richten, Vader God. Vraag in de naam van Jezus. Wilt u gaan staan voor de zegen? Volk van God, de Heere zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genade. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede in de naam van de Vader, van de Zoon en de Heilige Geest. Amen.